Hallo, mijn naam is Sarah van It's a Sarah. Leuk dat je kijkt. Vandaag is het vrijdag 26 mei 2023 en dit is filmpje nummer 81. Ik ga je vertellen over mijn handwerkperikelen van de afgelopen dagen. Ik heb gebreid, ik heb gehaakt. Ik heb net echt een fantastische ontdekking gedaan. Heel mooi inzicht opgedaan. Heeft niks met handwerken te maken, maar ga ik wel met je delen. Heb ik verder nog iets? Ik kreeg een vraag over breinaalden. Daar heb ik al meer vragen over gekregen. Ik heb mijn pakje opengemaakt dat ik afgelopen maandag binnenkreeg. Daar ga ik iets over zeggen. Ja, ik denk dat het was. Ja. Nu, eerst moet ik even... Ik heb eigenlijk helemaal niet net iets gegeten, maar het lijkt net of er iets tussen mijn tanden zit. Moment. Nee, dat was natuurlijk niet zo. Maar als ik dat dan eenmaal denk, dan kan ik niet meer stoppen met daar niet aan denken. En aangezien ik nogal even aan het praten ben, hebben we die meteen even getackled. Goed, oh, ik ga beginnen met wat ik aan heb. Ik heb een heel bijzonder truitje aan. Althans, voor mij is het een heel bijzonder truitje. Dit is de Penny Sweater. Dit is een patroon van Tin Can Knits. En ik heb het al jaren geleden gebreid. Het staat zelfs niet op mijn Ravelry pagina. Ik heb zelfs dit patroon niet in mijn Ravelry bibliotheek. Omdat ik... Ja, ik weet niet meer precies hoe het zat. Volgens mij had ik eerst een andere Ravelry inlognaam. En daar heb ik het toen nog gekocht. Ik heb het patroon wel gedownload. Dus ik heb het nog steeds op mijn computer staan. En inmiddels ook netjes uitgeprint. Maar dit truitje... Ja, toen ik dit breide, was ik eigenlijk nog best wel een... Ja, een beginnend breister. En ik moet zeggen, ook als ik het nu zie, dat ik het behoorlijk ambitieus vind voor een beginnend breister. Het is namelijk een patroon met heel veel leesbreiwerk, heel veel kantbreiwerk in het Nederlands. En laat ik beginnen met het garen. Het garen vond ik toen wij op vakantie waren in een kringloopwinkel. Daar stond een kast vol met... fijne bolletjes. En het bleek achteraf dat een lokale wolwinkel was gestopt en had alle restanten naar de kringloopwinkel gebracht. Of verkocht het daar, ik weet het niet meer. Maar ik vond daar best wel wat bollen bruin garen. En bruin is mijn lievelingskleur, dus mijn hart maakte natuurlijk direct een sprongetje. Toen ging ik kijken wat voor garen het was. Ik weet nog uit mijn hoofd dat het van Lana Grossa was. En het was een mix van katoen met bamboe. Ik kan me ook herinneren dat ik tijdens het breien, het was een lekker draadje. Ik denk dat het een DK weight is. Het was wel een draadje wat heel erg splijt. Dus dat wat zo'n draadje wat getwijnd is, wat dan van meerdere dunne draadjes, 6 of 8 is gemaakt. En als je dan aan het breien bent, kun je daar wel eens doorheen steken. Dus dat was iets minder fijn. Maar verder, ik had ook niet precies genoeg. Mijn truitje heeft ook... deze lengte mouwen. Het is niet echt 3/4. Het patroon is eigenlijk voor lange mouwen. Maar ik heb ze zo gemaakt en ik kan ze nou zo precies omslaan. En ik vind het eigenlijk wel een hele prettige lengte. Nou ja, goed. Tijdens het breien van dit patroon was ik echt... Ik moest heel erg goed opletten. Want zoals je ziet, er gebeurt... Even in de spiegel kijken. Er gebeurt heel veel. Het is wel steeds hetzelfde. Een soort van, er gebeurt heel veel. Ik weet nog dat ik begonnen ben met de mouwen. Want dit truitje is van beneden naar boven gebreid. Ik ben begonnen met de mouwen. Om een beetje te oefenen en te kijken hoe het ging. Bij die mouwen moet je heel veel averecht breien. En ook mijn averecht breien was toen... Kijk maar, hier zie je die streepjes. Nou, toen breide ik nog niet averecht Russisch. Maar gewoon continentaal averecht. En Ja, die draadspanning was zo ongelijk dat je af en toe echt behoorlijk verschil ziet tussen de gebreide pennen. Maar goed, ik breide volgens mij deze twee mouwen tegelijk. Dat was ook nieuw voor mij. En op een gegeven moment ben ik gestopt toen ik dacht van nou, dan worden ze zo lang. Want anders kom ik misschien niet uit met mijn garen. En ben ik het truitje van beneden naar boven gaan breien. Met dus dat all-over leespatroon aan de voorkant en aan de achterkant. Ik weet dat er op mijn rug een foutje zit. Ik zou inmiddels niet meer durven zeggen waar die zit. Ergens in het leespatroon. Maar ik kan hem ook niet zien. En wat je niet ziet, bestaat niet. Dus
Dat is ook prima. Dat ging trouwens niet vanzelf hoor. Oké zijn met dat foutje op mijn rug. Het is heel interessant, want het eerste wat ik dan doe is tegen iedereen zeggen dat er een foutje op mijn rug zit. Ja, inmiddels heb ik geleerd dat je geen aandacht moet besteden aan de dingen die je niet wil benadrukken. Maar die neiging had ik toen. Het is, als je op een gegeven moment hier ergens bent en dan ga je de mouwen meebreien, ga je minderen in een rachlan en je hebt ook nog een veehals. Ja, het was gewoon eigenlijk, er gebeurde heel erg veel. Maar voor mij was dit eigenlijk een van de eerste keren. Ik ben een ster in dingen moeilijk denken en eigenlijk ook dingen kapot denken. Dus zonder iets te doen, een heel... Heleboel gedachten over iets, of dat nou handwerken is of iets, of nou, het kunnen grote en kleine dingen zijn, maakt niet uit. Een soort standaard instelling. Is het van mij, of misschien durf ik nu wel te zeggen, was het van mij? Ik heb heel veel geleerd daarin de afgelopen jaren en door het handwerk heb ik dat met name geleerd. Want als ik ook maar 3 seconden over dit truitje na zou denken, dan zou ik het stuk denken, want hallo, hoe kan je zoiets breien, Sarah? Dat kun je helemaal niet. Maar ik wilde het gewoon heel graag hebben. Ik vond het gewoon heel mooi. En dat verlangen, wat dus vanuit mijn hart kwam, was sterker dan mijn hoofd dat zei, huh? En ik vind het zo mooi aan handwerken, dat ik bij dit truitje heb ik dus echt mijn hoofd ingezet, om dat wat ik in mijn hart voelde, ik wil dat hebben, te realiseren. En mijn hoofd heeft me daar heel goed bij geholpen. En die samenwerking ging dus heel erg goed. Want mijn hoofd heeft dus ervoor gekozen om goed na te denken en alle kwaliteiten in te zetten om dit te kunnen breien, in plaats van met al die belemmerende overtuigingen aan te komen waarom het niet zou lukken. En dat was een hele fijne samenwerking tussen hoofd en hart met een heel mooi resultaat. Dus daar ben ik heel erg trots op. En dat zit dus ook in dat truitje. Dat gevoel van, wow, ik kan dat gewoon. Als ik dat wil, dan kan ik dat gewoon. En ik zeg niet dat het vanzelf ging. Ik moest daar wel echt heel goed mijn best voor doen. En gewoon heel goed kijken en stap voor stap. En ongetwijfeld ook heel veel uithalen. Ik kan me dat niet meer precies herinneren. Maar dat is wat ik altijd doe, nog steeds. Dus dat zal ik toen ook ongetwijfeld gedaan hebben. Maar het werd wel een truitje. En toen is dit truitje per ongeluk in de wasmachine beland bij de was die ik op 60 graden waste. De allereerste keer dat ik het überhaupt ging wassen, denk ik. Nou, ik zal het wel geblokt hebben, ik weet het niet meer. Op een of andere manier is het daartussen gekomen. En ik weet nog dat ik de was uit de wasmachine trok en dat ik mijn truitje ertussen ontdekte en dacht, nee, nee, nee. Echt, je kunt je voorstellen dat dit echt veel tijd en inzet had gekost. En dat ik heel blij was dat het af was, dat het zo perfect paste. En toen had ik mijn truitje op 60 graden gewassen. En ik weet nog dat ik het direct heb aangetrokken. Nat uit de wasmachine. Dat ik meteen dacht, kan ik dit nog aan? Want ik hield het zo op. En dacht ik, nee. Maar ja, het is natuurlijk ook lees. Daar zit veel rek in. En toen ik het aantrok, dacht ik, oké. Ik pas het in ieder geval nog. En dat kwam eigenlijk best verrassend goed. Het is wel echt gekrompen hoor. Het was, de mouwen waren niet lang. Maar het truitje was wel langer. En ook hier onder mijn armen zit hij echt strak nu. Eigenlijk te strak. Ik vind dat wel mooi, maar voor het prettige. Nou, als ik hem altijd even aan heb, dan... Je zou denken dat op katoen en bamboe niet zoveel rek zit. Maar goed, het werd me vergeven. Ik kon hem nog steeds dragen. Het garen heeft wel te lijden gehad onder die stevige wasbeurt. Ik weet niet of je dat kan zien. Dat is natuurlijk denk ik ook wel een klein beetje katoen eigen. Maar nog steeds draag ik dit truitje met heel veel plezier. Omdat hij zo strak onder mijn oksel zit, is het ook gewoon echt wel nodig om hem te wassen. Ik heb het al vaker gezegd, bij mij ruikt het niet altijd naar bloemetjes onder mijn oksels. Dus als ik dit een dagje gedragen heb, wil ik het graag fris en fruitig in de was. Met mijn andere gebreide kleding is dat... Dus eigenlijk denk ik bijna niks wat ik dan elke keer was. Omdat daar meestal wel meer ruimte zit. En dan draag ik er een shirtje onder. Maar deze wordt dus vaak gewassen. En dat is te zien. Desalniettemin vind ik het nog steeds een heel fijn truitje om te dragen. En zit daar heel veel positieve energie. Positieve handwerkenergie voor mij in. Want ik heb dus echt door het handwerken geleerd. Dat door gewoon te doen en te proberen, dat ik dingen wel kan. En het was niet dat ik dat dan nooit deed. Hè. Het was meer zo mijn standaard instelling. Dat ik eerder iets niet deed omdat het toch niet zou lukken. En dankzij het handwerken heb ik
inmiddels al zo vaak ervaren dat gewoon beginnen en het in kleine stapjes hakken en verdelen en gewoon doen. En dat je dan uiteindelijk de dingen prima kan of misschien zelfs nog wel beter dan je kon bedenken. En dit was een van mijn eerste ervaringen daarmee. Dus ik voel het helemaal, ik word helemaal blij dat ik het aan heb. En het andere, ik heb daaronder mijn Hinterland Dress gemaakt door Jessica. Ik heb alle linkjes hier beneden in mijn show notes. Zo heet het, hè? Ja, ik vergeet het elke keer. Maar mijn andere succeservaring heeft dus ook te maken met wat ik aan heb. En dat was ook weer echt... Ja, ik word helemaal blij. Ik ging dus net mijn filmpje opnemen. Dat lukte niet, omdat de buurman aan het klussen was. En voordat ik ging breien... bleef ik hangen bij mijn kettingen. Die heb ik namelijk nogal wat. Barrensteen. Barrensteen kettingen en armbandjes. Ik hou ervan. Ik vind het heel erg mooi. Ik vind het prettig om te dragen. En ja, ik voel me er gewoon heel fijn bij. Ik koop ze altijd bij Karin. Karin heeft een... Karin Goldstein, zo heet ze op Instagram. Maar ze heeft een online winkeltje. Little Shop Around the Corner. En dat is een van mijn favoriete winkels, waar ik ook al vaker over verteld heb. Karin heeft een hele uitgebreide collectie Barrensteen. Je kan het ook nog op andere plekken kopen. Maar ik koop ze bij Karin. En onlangs... laat ik even bij het begin beginnen. Ik heb een hele mooie ketting. Een aantal jaar geleden al gekocht, die ik heel graag draag. Een hele fijne ketting met veel bruin. En zoals je ziet is die ketting wat langer dan die ik nu om heb. En dat is altijd prima geweest, nooit een probleem. Maar ik merkte als ik truien aan had met een wat hogere halslijn, dan zat die ketting in de weg. Dan ging hij zo'n beetje eroverheen hangen en dat vind ik helemaal niet fijn. Ik vind het niet lekker voelen dat heel dat zo tegen elkaar aan zit. En ik vond het ook niet mooi staan. Dus dan deed ik mijn ketting af. Maar toen ontdekte ik, mijn kinderen hebben ook altijd zo'n ketting gedragen en armbandje. Armbandje dragen ze nu nog wel, maar niet vastdraaien. Maar mijn oudste dochter heeft ook zo'n ketting. Allebei hebben zo'n ketting. En zij heeft deze eigenlijk jarenlang dag en nacht gedragen. Dus dat is wel een bijzondere ketting. En nu niet meer. Nu draagt ze andere sieraden. Maar ik ontdekte op een gegeven moment dat haar ketting een beetje korter was dan de mijne. Kijk, wat zal het schelen? 4 centimeter? Is het 5? Geen idee. Maar een stukje korter. En toen ging ik kijken hoe die dan was bij mij. En toen dacht ik, hey, die is iets korter. Dat is misschien wel fijner bij mijn kleding met een hogere halslijn. Dan kan ik toch een ketting dragen, maar zit het niet zo in de weg. Dat was ook zo. Dus ik heb de afgelopen maanden ook vaak haar ketting omgehad. En dat vond ik ook leuk, vond ik fijn. Maar er was dus op een bepaald moment dat ik dacht, ja, ik ben wel bang. Zij heeft haar ketting zoveel jaar omgehaald. Straks verslijt die. En ja, ze vond het helemaal prima dat ik hem droeg. Maar ik dacht, ja, het is toch wel haar ketting. Laat ik zelf dan een nieuwe kopen. Dus toen Karin een aantal weken geleden een verjaardagskortingsactie had. En ik van alles ging kopen. Dacht ik ga ook een nieuwe ketting kopen. Dus ik kocht deze ketting. Ik bestelde er ook een armbandje bij. En nog eentje. Daar ging iets mis. Dat werd per ongeluk een ketting. Maar dat was niet erg, want ik kon deze ook als armbandje om. Wat ik als ik hem dubbel doe, ik draag hem nog niet. Maar goed, ik had deze twee kettingen. En deze ketting was helaas, ik had ook niet goed gekeken hoor. Maar deze ketting was een stukje korter, 2 centimeter, dan die van mijn dochter. Dit zijn ze alle drie. Die van mij, die van mijn dochter en die nieuwe. Deze was even lang als de kortste. Nou, en ik droeg hem dan wel. Als ik iets hoogs aan had, dan ging het wel. Maar het was echt... Ja, hij was gewoon te kort. Kijk maar. Zo. Niet prettig. Het voelde mij een beetje als een halsband. Ik wil geen halsband om. Niemand, denk ik. Maar zelfs onze hond draagt geen halsband. Maar niet prettig. Dacht ik, jammer, want ik vond ze zo mooi. En ze hingen daar maar te hangen aan mijn rekje waar ik mijn kettingen heb. En ja, ik dacht, zal ik dan een armbandje? Maar mijn armen zijn al zo druk bezet. Dus ik dacht, ik wist het nog niet zo goed wat ik ermee wilde. Ik had ook bij Karin van dat draad mee besteld om te knopen. En ik had eigenlijk bedacht dat ik mijn ketting dus los moest halen en opnieuw zelf moest gaan knopen met iets meer ruimte ertussen. En dan opnieuw, opnieuw, opnieuw. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Geen zin in, geen zin in, geen zin in. En dus bleef hangen en er gebeurde niks. Net ineens moest ik dus even wachten en ik had die kettingen nog vast. Ik dacht, laat ik toch eens even kijken hoe dat zit. Dus ik pakte deze ketting en ik ging hem zo eens bestuderen.
En ik ging kijken hoe dat dan in elkaar zat en hoe dat dan zat met die knoopjes. En of ik dan extra kraaltjes nodig zou hebben. En op een gegeven moment, volgens mij was ik bij het slotje aan het kijken en ik trok er een beetje aan. En ineens leek het wel alsof ik een knoopje nog een beetje strakker trok. Dus ik dacht, huh? Dus ik ging naar het volgende knoopje en ik trok en ik trok. En ik ging aan alle knoopjes een heel klein beetje trekken. Niet te hard, want ik wilde niet dat die ketting zou breken. Als hij zou breken, zou het ook geen ramp zijn, want ik ging hem toch opnieuw knopen. Maar ik was aan het knopen en een beetje aan het trekken. En er zat wat meer ruimte tussen de kraaltjes. En ineens dacht ik, huh? Toen pakte ik de ketting van mijn dochter. Ik hield hem ernaast. En nu is hij even lang. Hij is zelfs een paar millimeter langer. En toen dacht ik, wacht eens even. Maar nu is hij precies zoals ik hem wilde. Dus ik deed hem om. Nou, en toen dacht ik, hè? Nou, dit was, ja... Ik weet niet of ik dat al goed uit kan leggen. Kijk, lieve mensen, hij was zo, hè? Hij was zo. Ik heb gewoon door er een heel klein beetje aan te trekken, heb ik hem langer gemaakt. En nou, ik ben natuurlijk heel erg blij dat die ketting nou de perfecte lengte heeft. Zodat ik die van mijn dochter weer terug kan geven. En dat ik nou gewoon deze kan dragen. Want dat wilde ik heel graag. Ik vond de kleur heel erg leuk. Even goed dichtdraaien. Maar waar ik misschien net zo blij van werd, was het inzicht in dat ik dus iets heel moeilijk aan het denken was. Ik had een probleem, een tekorte ketting. En de oplossingen die ik kon bedenken, waren allemaal oplossingen die ingewikkeld waren. En waar ik eigenlijk ook niet zo zin in had om die te regelen, om daar tijd aan te besteden. Maar door gewoon dat ding even vast te pakken en even goed te kijken, had ik binnen 1 minuut mijn probleem opgelost. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Ik dacht dat dat minstens uren werk zou kosten, dat ik allemaal moeilijk moest doen. En binnen 1 minuut was het klaar. En dat inzicht, ja, daar ben ik minstens zo blij mee als met deze ketting. Dat is zo lekker om dit af en toe zo te ervaren. Dat je dingen zo moeilijk kunt denken, maar dat eigenlijk de oplossing zo eenvoudig is en zo snel. Nou... En dat heb ik dus te danken aan mijn timmerende buurman. Of slopende buurman. Of ik weet niet wat hij aan het doen is. Ja, echt. Daar maak ik mijn hart dus ook een sprongetje van. Ik ben zo blij. Dit geeft zoveel vertrouwen in alles. Nou ja, niet dat ik dat niet had. Maar gewoon, ja, leuk. Dan gebeurt er dus eigenlijk iets wat niet fijn is. En dan levert dat zoiets leuks op. Een fijne ketting en een mooi inzicht. Goed, handwerken, daar kwam je voor. Maar toch wilde ik dit delen. Misschien is er iemand die hier iets aan heeft. Misschien is er iemand die ook net als ik heel goed is in dingen stuk denken. En dat je dus ook zonder denken hele mooie oplossingen gewoon vanzelf ineens in je schoot geworpen krijgt. Oké, dus tot zover wat ik aan heb. Dan mijn handwerkperikelen van de afgelopen week. Ik vertelde jullie afgelopen maandag dat ik ontzettend graag een Granny Stripes deken wilde beginnen. Mijn bolle sokkenbol, die wilde gewoon gebeuren. Ik had dit werkje gewoon nodig. En het was zo fijn om aan dat gevoel toe te geven, want dit was een heerlijk werkje afgelopen week. Ik had een hele drukke week. Elke avond had ik iets. Alleen maar leuke dingen hoor. Alleen maar leuke dingen. Maar ik heb de afgelopen jaren heel erg mijn best gedaan om een rustig en simpel, eenvoudig leven te creëren. Dus ik heb heel vaak een lege agenda. Kijk, natuurlijk zijn er altijd dingen die moeten gebeuren en leuke dingen. Maar ik heb heel erg mijn best gedaan om heel veel lege ruimte, vrije tijd in mijn agenda te houden. Want ik vind het verschrikkelijk als mijn tijd al te ver ingevuld is. Het maakt niet uit of dat nou dingen zijn die moeten of dat leuke dingen zijn. Ik hou ervan als het leeg is en als ik dan op dat moment kan bepalen waar ik zin in heb. Maar afgelopen week was heel erg gevuld met leuke dingen. Het was gewoon heel fijn om die Granny Stripes deken te hebben. Want daardoor kon ik altijd even tussendoor eventjes een paar toertjes haken. Nou, niet een paar toertjes, want het is heel breed. Een stukje haken en gewoon dat. En dat was echt zo lekker. Dat wist ik nog niet toen ik eraan begon. Dat ik dat nodig ging hebben daarna. En zo grappig dat als je het gewoon laat gebeuren, dat je precies hebt wat je nodig hebt. Heerlijk. Maar goed, deze deken. Ik zit midden in een tour. De toeren zijn vrij lang, dus zomaar even een toer afhaken lukt niet altijd. Ik heb 272 lossen opgezet. En daarmee is de deken eigenlijk iets breder geworden dan mijn bedoeling was. Hij is nu 150 centimeter breed. En ik denk dat eigenlijk
130, misschien 135 centimeter. Dat was wat ik in gedachten had. Ik had namelijk een granny square deken. Zo breed wilde ik hem hebben. Ik had dat al vrij snel in de gaten. Maar die eerste toer is niet de leukste toer. Want dan moet je heel veel lossen doen. En vervolgens doe je een toer vaste. Dat hoeft niet per se. Maar dat heb ik wel gedaan. Ja, ik had echt geen zin om dat weer uit te halen en dan opnieuw te doen. Dus ik dacht, oké, ik maak gewoon deze deken. En misschien ga ik hem dan wel verticaal houden. De strepen verticaal. Terwijl ik aan het haken was, dacht ik, oh, het wordt wel ook een knusse tweepersoonsdeken voor op de bank. Waar je lekker samen met iemand onder kan zitten. Maar ik heb dus ook al bedacht, hij is anderhalve meter hoog. Dat ik dus de strepen verticaal ga doen. En net bedacht ik me ook, we hadden een vierkantjesdeken op ons bed, maar die heb ik weggegeven. En dat was, die was eigenlijk ook niet bedoeld voor op ons bed. Die was eigenlijk ook net te klein. En wij hebben wel een wollen deken op ons bed en we hebben genoeg dekens, maar niet eentje nu speciaal voor op ons bed. En toen dacht ik, misschien is het ook wel leuk om deze op ons bed te doen. En dan is hij niet, dan krijgt hij dus de breedte van een tweepersoonsbed. Niet de lengte, maar ik hoef ook niet. We hebben al een wollen deken, gewoon niet een gebreide of gehaakte, maar gewoon een wollen. Ik heb een filmpje gemaakt, dat doe ik wel even tussendoor. Een wollen deken en ik hoef dat allemaal niet hier. Maar ik vind het wel heel lekker als het op mijn voeten warm is en het ziet er leuk uit. Dus het zou ook nog kunnen dat ik hem daarvoor ga breien of haken. Maar ik heb nog even tijd om dat te beslissen. Ik heb het patroon gebruikt van Lucy van Attic 24. Het is niet echt een patroon, het is gewoon meer een beschrijving hoe je zo'n granny stripes deken kunt maken. Linkjes hieronder. Even denken, wat kan ik er verder nog over zeggen? Ik doe 2 toeren met elke kleur, met elk garen. En ik gebruik dus ook garen wat van kleur wisselt. Dus soms zie je binnen die 2 toeren ook nog heel veel kleurwisselingen. En ik vind dit zo lekker. Ik kijk natuurlijk wel een beetje naar de vorige toer. Van wat heb ik daar gedaan en welke kleur ga ik nu pakken. Maar een van de fijnste dingen aan restjesdekens is voor mij dus dat als je alles op een hoop gooit, ook al zijn dat niet per se kleuren die je niet zo mooi vindt, dat als je alles op een hoop gooit, dat samen dan een heel mooi geheel kan vormen. Dat vind ik ook weer zoiets wat ik van mijn handwerk heb geleerd. Als je allemaal losse eindjes op een hoop gooit, kan het samen dus iets moois worden. En het is natuurlijk wel als je te veel kleuren hebt die je niet leuk vindt, ja, dan misschien dat het dan niet werkt. Hier zat overigens best veel blauw in. Blauw is niet mijn lievelingskleur, maar het was oké. Ik gebruik niet alleen maar restjes. Het is sokkenwol dikte. Ik gebruik niet alleen maar restjes sokkenwol. Ik heb ook allemaal andere fingering weight wolletjes. Zo ben ik nou ergens mee aan het haken. Ik heb geen idee wat het is. Maar het is wel, denk ik, iets met katoen. Dit is ongetwijfeld nog uit mijn lang yarns voorraad. En het is echt. Echt heel lekker. Ja, wat ik probeer een beetje nu, als ik dan een garen heb wat van kleur wisselt, pak ik er daarna eentje die effen is. Ik heb uitgerekend dat ik 14 gram nodig heb voor 2 toeren in de breedte. Dus alle bolletjes die kleiner zijn, die ga ik voorlopig nog niet aanbreken. Die bewaar ik dan wel weer voor iets anders. Maar het is echt een heerlijk werkje. Ik heb ook besloten dat ik mijn zondag draadjeswegwerkdag hier weer op toe ga passen. Ik dacht, ga ik het nou bijhouden of ga ik dat weer doen? Dus zondag ga ik draadjeswegwerken. Ja, ik heb daar dus oprecht nu al zin in. Juist door zeg maar te zeggen, nee, dat doen we zondag pas. Denkt Sarah dus, ah, maar ik wil eigenlijk nu wel. Nee, dat doen we zondag pas. Hè? Het is net als zeg maar vrijdagavond bij filmavond. En dat je dan chocola en chips erbij gaat eten. Daar heb ik dan nu ook al zin in. Dus ja, zo dus. Je kunt jezelf af en toe gewoon prima voor de gek houden. Dat maakt het leven ook alweer leuker. Mijn leven in ieder geval wel. Door mezelf af en toe te foppen. En wat mijn leven ook leuker maakt, dat is ook, ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt, maar een granny stripes deken oprollen. Echt. Ik kan je dit absoluut aanraden. Kijk dan, en dan doe je de draadjes zo. Sowieso is het dat, ik doe niet altijd hoor. Soms heb ik ook geen tijd. Maar het is altijd heel lekker om je restjesdeken netjes op te bergen. Maar kijk eens. En dit kan maar even. Op een gegeven moment wordt hij hier te groot voor. Maar dit is echt ultiem handwerkgeluk. Kijk, dat je hem dan oprolt. En dat het dan een rolletje is. Ja, het is jammer van dat roze draadje hier. Die proppen we even weg. Ja. Ik vind het dus heerlijk.
Ik weet zeker dat er mensen zijn die mij begrijpen. Ik weet ook zeker dat er mensen zijn die mij niet begrijpen, maar dat geeft niet. Mijn granny stripes deken. Ja, dat wordt echt een lange termijn project. Hè? Nu ben ik er lekker mee bezig, maar die blijft uiteindelijk dan liggen. En dat is ook helemaal niet erg. Wat ik dus wel merkte. Voor mij is het echt essentieel om een werkje te hebben wat makkelijk is. Een kan altijd werkje. Maar ik had nog wel een aantal kan altijd werkjes op mijn naalden staan. Maar niet eentje waar mijn hart een sprongetje van maakte. Dus voor mij is het heel belangrijk om een kan altijd werkje op mijn naald te hebben staan. Wat ik dus altijd kan doen met mijn ogen dicht. Of ik nou moe ben, of niet lekker, of blij, of tussendoor. Of ik het nou 26 keer weg moet leggen. Gewoon, dit kan altijd. Voor mij zijn dat dus echt granny squares en granny stripes. Gewoon die steek. Die vind ik zo makkelijk. Die kan altijd. Dat is denk ik ook echt het enige werkje voor mij. Wat zo dat level van kan altijd behaald. Dat heb ik zelfs niet met sokken breien of andere dingen haken. Nee, het is ook echt die granny stripes. Omdat die gaten zo groot zijn waar je insteekt. Kan ik het ook met voelen met mijn ogen dicht. En ik had nog een granny stripes deken. Maar daar maakte mijn hart geen sprongetje van. En in eerste instantie dacht ik, ja, doe niet zo moeilijk. Maar toen dacht ik, nee. Het is echt ontzettend lekker om een werkje op je naalden te hebben. Wat altijd kan. En waar je hart een sprongetje van maakt. En bij mij is dat toch altijd gewoon iets waarbij het helemaal niet uitmaakt hoe het zit met de kleuren. Altijd kan. Alles door elkaar. En lekker makkelijk. Met heel veel kleurtjes dus. Ik moet er niet aan denken om dit in één kleur te doen. Lijkt me oerzaai. Lijkt me ook prachtig wel hoor. Een eindresultaat. Een hele mooie effe deken. Maar dat lijkt me echt niet leuk om te maken. Ja. Dus dat. Heel belangrijk om een kan altijd werkje op de naald te hebben. Ik heb ook twee gebreide restjes dekens op mijn naalden. Maar die kan ik ook niet altijd. Daar moet ik toch echt nog goed bij opletten en goed kijken. Ja, ik heb alles over de deken verteld wat ik wilde vertellen. Nou, toen gebeurde er nog een ander werkje van de week. Ik heb daar laatst al over verteld. Ik had mijn bolletjes expres daar weggelegd. Ik ben vergeten mijn sokblokkers op te houden, zie ik nu. Dit is mijn skimming sjaal. En dat is een patroon van Sophia Capelle. En dit is een sjaal die ik heel graag draag. Die ik met heel veel plezier gebreid heb. En die ik echt heel erg mooi vind. Het zijn herfstkleuren. Nou, mijn kleuren zijn niet echt herfstkleuren. Als je mooi bruin haar, bruine ogen, dan zou dit echt heel goed matchen. Ik met mijn blonde haar en blauwe ogen zal ongetwijfeld misschien gebaat zijn bij koelere kleuren. Bij blauw tinten of zo. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik draag hem heel erg graag. Ook nu, zeg maar, in deze tijd van het jaar. Maar het is wel heel herfstig. Dus ik heb al bijna twee jaar... heb ik nieuwe wol klaar liggen voor een wat donkerder exemplaar met iets minder kleurverloop. Maar het gebeurde steeds maar niet. En het kwam omdat ik twijfelde. Het ging over de hoofdkleur. In deze sjaal is dat beige. Je wisselt om en om twee toeren. De ene toer brei je alle steken recht heen en terug. Dus dan krijg je een ribbel. En de andere toer brei je de heengaande toer recht. En de teruggaande toer averecht. Waardoor je tricotsteek krijgt. En dat is de toer met kleurverloop. Je hoeft natuurlijk geen garen met kleurverloop te gebruiken. Je kunt hem ook in één kleur maken. Of in twee effe kleuren. Maar door dat in die toer te doen, komt het kleurverloop het beste tot z'n recht. En ik vind het fijne aan deze sjaal ook, dat ik ook de achterkant mooi vind. Ik hou niet van sjaals of dekens met lelijke achterkanten. Omdat ik niet na wil denken, kijk, als ik hem nou een keertje zo draag, dan kan dat dus ook. Dan vind ik hem ook leuk. Maar goed, ik had die hoofdkleur, die hier dus beige is. Dit is een, ik zei antraciet, maar het is... Ik kan het niet uitspreken. Oh ja, ik had van de week bedacht dat ik dat ging oefenen. Maar dat ben ik vergeten. Charcoal? Charcoal. Nou, dat dus. Heel donker, zwart, grijs. Die kleur, die had ik. Maar ik had ook een bruin tint. En mijn andere kleur... was dus een bol met kleurverloop, een bol kauni. Met ook vrij veel bruin erin. En ook geel. Kijk maar, er zit ook geel in. Nou, ik heb dit laatst allemaal een keer laten zien, volgens mij. Daarom ging ik het daar liggen. Ik weet niet meer precies waarom. In ieder geval, ik twijfelde heel erg of ik nou als hoofdkleur die bruine zou doen of deze. En ik bleef maar twijfelen anderhalf jaar lang. En toen dacht ik, ja, het moet maar een keer klaar zijn. Ik ga gewoon deze sjaal breien. En dan ga ik die bruine bolletjes ergens anders voor gebruiken.
Ik ben begonnen, ik ben midden in de naald, dus je hebt er niet zo heel erg van. Het eerste stuk dacht ik, oké, dan ben ik een sjaal met twee kleuren begonnen. Maar je ziet helemaal geen kleurverschil. Ik kan het niet zo heel goed laten zien omdat ik midden in de naald zit. Maar hier, ja, je ziet gewoon echt nauwelijks kleurverschil. Dit is misschien nog een heel klein beetje donkerbruin, maar daarna ging het echt richting zwart. Maar, kijk, hier begint het te komen. Heel langzaam. Nou, ook de achterkant zie je, kijk. Ik weet niet of je dat goed kunt zien op beeld. Maar ook aan de achterkant zie je heel langzaam dat het begint te komen. Tijdens het breien dacht ik nog van ja, was dit niet toch leuker geweest als het bruin was? Maar ja, het bruin gaat nog komen. Dus dan, ik heb gewoon maar besloten om hem af te breien. Ik vind het een heerlijk werkje. Het is eventjes, heel eventjes het opletten tijdens het opzetten. Gewoon, ja, het is niet moeilijk, maar heel even opletten. En je begint met het breien van middenuit. En dan begin je met een garter tap. Noem je dat een cast on? Je breidt dan 3 steekjes en dan brei je een aantal ribbels. En dan ga je rondom steekjes opnemen. En van daaruit, dus dan heb je hier eigenlijk een soort rechthoekje waar je rondom steekjes op gaat nemen. En van daaruit ga je zo heen en weer breien. En de toeren worden dan steeds langer. Je meerdert in het begin en aan het eind. En ja, mijn toeren zijn nu al best wel lang. Dus dat betekent dat dit een heerlijk onderwegwerkje is. En dat was eigenlijk het voornaamste wat ik wilde. Want ik had natuurlijk mijn granny stripes, die nu nog prima onderweg kan hoor. Maar ja, dan moet ik wel veel bolletjes meenemen. Maar ik wilde ook graag een kledingstuk voor onderweg. En dat is dan deze sjaal. En deze heeft absoluut geen haast. Maar als we nu in de auto zijn of zo, dan kan ik altijd, hoef ik alleen maar dit tasje. Ik hoef niet nog te gaan kijken welke kleuren bolletjes moet ik nog meenemen. Ik kan gewoon hiermee aan de slag. Toen ik afgelopen week op Instagram de foto deelde van de skimming sjaal. En toen ging ik op zoek naar Sophia Capello om haar te taggen. En toen zag ik dat zij een uitverkoop had op haar, in haar Ravelry winkel. 20% korting op al haar patronen. Ik heb niet gecheckt. Ik kon toen volgens mij niet vinden tot wanneer dat was. Maar ik heb ook niet heel erg mijn best gedaan om dat op te zoeken. Het zou dus kunnen, als je dit snel vandaag nog luistert, dat het nu misschien nog steeds zo is. Ik weet het niet zeker, maar mocht je deze sjaal ook leuk vinden en ze heeft nog meer patronen, ja, dan is het misschien de moeite waard om eventjes te kijken of die actie nog geldt. Het is in ieder geval een heerlijke sjaal, ook als je net begint met breien. Ja, misschien die cast-on eens eventjes wennen, maar het is gewoon echt een lekker fijn patroon. Ja. Oké, dat over de sjaal. Nou, ik was dus heel erg lekker bezig met die sjaal en met mijn strependeken. Maar ondertussen was mijn Corran cardigan nog steeds niet uit haar mandje gekomen. Die heb ik echt heel hard genegeerd. Ik weet niet wat het is. Dat is eigenlijk niet echt iets voor mij. Ik weet ook niet zo goed wat het is met deze versie van het vest. Ik zei vorige week al, de eerste vloog van mijn naalden. En deze... Ja, ook tijdens het breien gaat alles mis. Nou, ik heb haar inmiddels op de foto gezet. Ik dacht, misschien is dat het. Misschien voelt ze zich een beetje achtergesteld. Daarna heb ik niet zo heel veel tijd meer gehad om aan het te werken. Maar we hebben wel wat progressie gemaakt. Ik heb hier zit het in elkaar. En hier dus net niet. Ik was eigenlijk net op het punt voor de tree needle bind-off. Maar toen werd het stil hierboven en toen dacht ik, ja, ik moet nu mijn kans grijpen om snel mijn filmpje op te nemen. Dus dit ga ik zo meteen doen. En vanavond heb ik eindelijk weer lekker een lege avond met veel breitijd. En dan ga ik, ja, ik twijfel nog een beetje of ik eerst de mouwen ga doen of eerst de boord. Ja, weet ik nog niet. Weet ik nog niet waar ik zin in heb. Ja, ik heb hem eventjes aangepast. En hij is inderdaad iets langer nu nog dan mijn eerste versie. Dit is trouwens de Corran cardigan, een patroon van Rebecca Clow. Een lekker zomers vestje met een all-over lace patroon. Ik brei hem nu met Holst Coast. Die heb ik overgenomen van Mirjam via ons garenscheurtje in een prachtige kleur warm brown. Dit is katoen met wol, een mixje. En ja, dit voelt echt heerlijk licht. Zeker in vergelijking met mijn andere, met mijn eerste exemplaar die ik heel mooi vind en heel graag draag. Voelt dit nog meer als echt een zomersvestje. Hij is iets langer dan mijn eerste exemplaar. Nu staat er ook wel in het patroon, als je hem blokt, ja, dan verliest hij iets aan lengte.
Maar het was ook mijn bedoeling om iets langer te maken. Want mijn vorige was echt wel cropped. En ik wilde deze graag op mijn rokken ook kunnen dragen. Op mijn linnen rokken. En daar is die vorige eigenlijk net een beetje te kort voor. Dus ik hoop, het lijkt erop dat de pasvorm goed is. Maar ja, ik weet nog niet helemaal, helemaal zeker. Maar hij voelt in ieder geval heerlijk zacht en luchtig. Als een heel fijn zomervestje. En er komen mooie zomerdagen aan. Perfect om hem te kunnen dragen. Nu eigenlijk ook al. Dus ik heb wel echt heel veel zin om hem af te maken. Dus daar ga ik me eventjes op richten de komende dagen. Ja. Even denken. Even op mijn lijstje kijken hoor. Ja, dat was alles over mijn projecten, wat ik nu dan met je wilde delen. Dan, afgelopen maandag tijdens mijn filmpje kreeg ik een pakketje. Een pakketje van Trollewol. Ik had wol besteld voor het vest wat ik ga breien. Een testknit is het. Eve van Lievelings bij Eve. Ik weet niet zeker of ik het goed zeg. Eve heeft een prachtig vest ontworpen. Een all-over kleurwerk vest. Gebreid van beneden naar boven met een raglan. En ik heb er wel eens eerder over verteld. Het patroon is gebaseerd op een vestje wat ze ooit, nou misschien nog wel steeds heeft, maar wat in de winkel gekocht was. Ik had dat vestje ook. En in totaal andere kleuren. Maar dat was altijd wel een heel fijn vestje. Ik heb het inmiddels al lang niet meer. Het was gewoon helemaal afgedragen en versleten. Maar ik vond dat wel echt een heerlijk vestje. Dat was nog voordat ik zelf kon rijden. En toen ik het vestje van Evelien zag, dacht ik, ja, ik wil dat vestje ook. Ik vind hem echt zo fantastisch. Nou, Evelien heeft echt een prachtige kleurencombinatie gekozen. Maar ik wilde heel graag, ik zou hem zo in die kleurencombinatie willen. En ik sluit ook niet uit dat ik dat ooit ga doen. Omdat ik het gewoon echt zo mooi vind. Maar ik vond het ook heel erg leuk om een eigen versie te maken. En ik heb ervoor gekozen om het met Jamieson's Spindrift te gaan maken. Het vest van Evelien is met durabele socks gebreid. Ik wilde het niet met sokkenwol. Maar ik was eigenlijk gewoon heel benieuwd naar Jamieson's Spindrift. En dat had dezelfde looplengte. Dus ik ging kijken, daar heb ik ook al onlangs over verteld in een filmpje. 220 kleuren, ja, was niet te doen. Ik ben de hele tijd bezig geweest achter mijn computer en ik vond het zo moeilijk. En toen was er een bepaald moment waarop ik dacht, ik besluit gewoon dat de kleurencombinatie die ik nu heb, dat ik die mooi ga vinden. Dus die komt thuis bij mij binnen en ik kies er gewoon voor om hem mooi te gaan vinden. Ook al denk ik dan misschien dat ik hem niet zo mooi... Nee, dat ga ik niet... Dit vind ik gewoon mooi. Hier gaan we het mee breien. Dat gaf eigenlijk wel heel veel rust. Ik denk wel dat ik voortaan altijd echt naar een winkel zou gaan om het uit te kiezen voor zoiets. Want de kleurencombinatie die ik heb, ik denk niet dat ik hem had gekozen als ik in de winkel was geweest. Allereerst zat er een heel mooi boek bij. Holland Breien van Marja de Haan en Hilly van de Sluis. Met allemaal... even kijken, wat staat erop? Historische en hedendaagse feiten rondom wol in Nederland. En hoewel er flink wat schapen rondlopen in ons mooie Hollandse landschap, lijkt het nog niet zo eenvoudig om wol te vinden voor een breiproject dat ook daadwerkelijk van deze schapen afkomstig is. Nou ja, er staat van alles in. Ik heb het even snel doorgebladerd. Er staan patronen in, maar ook inderdaad van alles over de herkomst van de wol. En ik ga dit boek nog eens op mijn gemakje even kijken. Maar het was een aangename verrassing dat dit erbij zat, dus dank je wel. Even op de grond. En dan mijn bolletjes. Ja, het is wel een lekker mandje vol hoor. Kijk eens. Ik weet niet of je het goed kan zien. Even in de spiegel spieken. Ja, ik denk het wel. Dit zijn mijn kleurtjes. Ik heb eigenlijk al meteen heel hard moeten lachen. Ik heb veel te weinig besteld. Ik had helemaal uitgerekend hoeveel ik nodig moest hebben. Maar ergens heb ik de vergissing gemaakt. Dat deze bolletjes maar 25 gram zijn in plaats van 50 gram. Dus ik denk... Ja. Volgens mij heb ik het... Ik heb dus van alles de helft. Denk ik. Maar dat heb ik nog niet gecheckt. Maar ik heb in ieder geval veel te weinig. Toen dacht ik eerst, ho, is dit een teken? Is het een teken dat ik toch iets anders moet kiezen? Dacht ik, nee. Ik ging tevreden zijn met de kleuren die ik ging kiezen. Ik heb voor bruin tinten gekozen. Ik heb wat donker en ook wat groenbruinig en een hoofdkleur. Ik denk dat het heel mooi gaat zijn samen. En nogmaals,
Ik denk niet dat ik het zo bij elkaar had gekozen. Ik vond deze iets cooler dan ik dacht. Maar ja, ik denk dat het prima is. Dat het heel leuk gaat worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga beginnen met de mouwen. Ik ga volgende week beginnen. Ik ga beginnen met de mouwen. En dat is dan meteen een soort van proeflapje. Dus dan kan ik al vrij snel zien hoe de kleurencombinatie gaat zijn. En dan ga ik je absoluut weer laten zien in mijn filmpje. Het duurt nog even voordat het patroon uitkomt hoor. Dat was na de zomer. Dus we hebben nog even. Maar ik heb in ieder geval heel veel zin om daaraan te gaan beginnen. Ja. Dan. Het laatste. Ik kreeg nog een vraag van iemand binnen die ik al meerdere keren heb gekregen van mensen. Dat gaat over mijn breinaalden. Ik heb een paar weken geleden heb ik een nieuwe breinaaldenset aangeschaft. Ik had de Chougu metalen breinaaldenset en ik heb nu ook de bamboe breinaaldenset erbij aangeschaft. In mijn zelfversierde etui. Hij is nog niet klaar, maar ja, dat is op een gegeven moment weer blijven liggen. Maar toen dacht ik, oh ja, ik heb eigenlijk ook nog wel zin om met de achterkant aan de slag te gaan. Ik word hier overigens nog steeds wel elke dag blij van mijn gepersonaliseerde breinaalden etui. Hier zit alles in. Nou nee, ik heb ook nog de shorties. Die zitten er niet in. Oh, je moet nog opgeruimd. Nou, hier zit alles in. Zowel mijn bamboe set als mijn metalen set. De bamboe heb ik de complete set. De metalen set had ik niet de complete set gekocht. Daar had ik eigenlijk direct al spijt van. En de vraag die ik al regelmatig heb gekregen is: hoe bevallen je bamboe breinaalden? En welke zou je aanraden? Nou, ik denk aanraden dat dat sowieso ingewikkeld is. Het is echt heel erg persoonlijk. Hoe je breidt, wat je fijn vindt. Dus wat ik fijn vind, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het voor jou ook fijn is. Dat is dus iets aanraden zou ik nooit doen. Maar ik kan natuurlijk wel vertellen wat ik ervan vind. En dat is eigenlijk dat ik het nog niet zo goed weet. In die zin, ik heb nog niet, voor mijn gevoel, nog niet genoeg met de bamboe naalden gebreid om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ik vind ze lekker breien. Ik ben nu mijn corn cardigan mee aan het breien. Ik vind ze lekker breien. Ik vind ze prachtig. Ik vind het gevoel van bamboe in mijn handen vind ik heel aangenaam. Vind ik heel lekker. Nu is het zo dat ik ook regelmatig naar mijn metaalnaalden pak. Bijvoorbeeld de sjaal, die brei ik op naalden 3 mm. Die heb ik niet in bamboe. Dus die brei ik op 3 mm of metaal. En ook het truitje van mijn nichtje. Oh, die stond zo schattig. Ik heb hem van de week gegeven aan mijn zusje en vanmorgen waren we even aan het video bellen. En toen had ze hem aan. Nou, ik moest echt alles in mij riep, ga er nu nog één opzetten. Ik was best benieuwd hoe de pasvorm was, maar de Adorable Juliette, echt, hij stond fantastisch. Ik wil geen foto's zo van mijn nichtje delen. Misschien lukt het nog wel een keer om een filmpje van haar te maken, dat ik er een beetje onherkenbaar in beeld kan brengen. Maar echt, het stond in de pasvorm, was echt fantastisch. Dus echt heel erg leuk. Maar toen dacht ik meteen, ik wil er nog één maken. Of eigenlijk dacht ik, ik wil er nog 10 maken. Maar ja, misschien dat is ook echt een heel lekker onderwegwerkje, omdat het zo makkelijk is. Maar die heb ik ook met metaal gebreid. Volgens mij was dat ook op 3 mm. Maar ook omdat die dunne naalden... Nee, dat was niet. Die dunne naalden vind ik toch een beetje spannend voelen met hout. Ik weet het dus nog niet. Ik vind het lekker breien. Of het nou echt veel netter wordt, daar heb ik nog te weinig mee gebreid. Dus eigenlijk kan ik er niks over zeggen. Dat is de conclusie. Ik weet het niet. Ik ben wel heel blij. Ik denk eigenlijk dat mijn conclusie best wel eens zou kunnen zijn dat ik heel blij ben dat ik ze allebei heb. Dat het bij die rustieke, ruwere garens is het prima. Ik had bijvoorbeeld ook bij Let Loping niet zo dat probleem van netjes breien. Maar hoe gladder je garens, hoe fijn. Kijk, als jij met een gladde merino wol breidt, is het denk ik heel prettig om met een houten breinaald te breien. Als je een beetje onregelmatig breidt. En als je een ruwe draad hebt, dan is het fijn om met een metalen naald te breien. Dus ik denk dat ik gewoon heel blij ben dat ik allebei heb. Ik denk dat ik het ook echt prima vind om eerst de metalen gekocht te hebben. Omdat ik dan toch het idee heb dat de houten iets kwetsbaarder is. Dat het, vooral de dunne, de dikke is niks mis mee. Hè? Maar vooral die 2,75 en die 3,25 naald. Ja, die vind ik dan toch een beetje ielig voelen. Een beetje kwetsbaar voelen. Dus dat. Ja, dus ik denk... Als je me nu zou vragen, als ik nu geen breinaalden zou hebben en ik zou ze nu moeten kopen, dan zou ik als eerste de hele metalen set kopen en vervolgens de hele bamboe set.
Dat denk ik, ja. En geen shorties. Ik niet, nee. Maar het is ook nog niet het moment om er afscheid van te nemen. Ik denk dat ik de shorties niet fijn vind omdat ik continentaal brei. Maar ik weet ook niet zeker of ik al genoeg geoefend heb. Dus dat. Oké. Ja. Dit was alles wat ik wilde vertellen. Het is vandaag vrijdag. We hebben weer een lang weekend. Pinksterweekend. Ik heb echt een enorm vol weekend. Morgen ben ik heel de dag onder de pannen. Allemaal niet handwerkgerelateerd. Zondag ben ik de hele dag op pad. Maandag een deel van de dag. Ik hoop, ja, ik wil heel graag maandag een filmpje opnemen. Maar het wordt wel een beetje lastig. Maar ja, ik ga het wel doen. Ik heb niet veel breitijd van het weekend. Maar ik heb wel wat leuke dingetjes, denk ik, nog om te vertellen. En dan de week daarna heb ik heel veel breitijd. Maar dan ga ik dus maandag over vertellen. Dus ja, het zal voor mij vooral veel tussendoor worden. Behalve vanavond. Vanavond ga ik heerlijk op de bank lekker breien. Lekker van genieten. Oh, daar heb ik zo'n zin in. Ik hoop dat je ook lekker handwerktijd hebt van het weekend. Een momentje. En dat je een leuk werkje hebt om aan te werken. Dat je echt een werkje hebt waar je hart een sprongetje van maakt. Of dat nou moeilijk of makkelijk is. Of het nou met heel veel kleurtjes of heel weinig. Maakt allemaal niet uit. Als je in ieder geval maar iets op je naalden hebt staan waar je heel erg gelukkig van wordt. Want dat is toch eigenlijk wel wat we willen, hè? Gelukkig worden van ons handwerken. En dan mag het best af en toe tussendoor even tegenzitten. Maar dat je altijd iets hebt waar je blij van wordt. Ook. Daarnaast, zeg maar. Ja, dat is wel. Nou, dat is in ieder geval wat ik heel graag wil. Dat heb ik alweer even gemerkt afgelopen week. Oké, ik wens je een heel fijn, hopelijk lekker lang weekend met veel handwerktijd. En tot maandag. Doei doei!